Hallo en welkom weer bij een volgende oefenopgave uit het hoofdstuk Verbrandingen. Ik ben Jan-Willem van Voorbertha en deze keer gaan we kijken naar opgave 5 van mijn oefentoets. En bij opgave 5 van deze oefentoets staat... ...bij het bepalen van de samenstelling van lucht wordt een reactie uitgevoerd... ...waarbij de zuurstof uit lucht wordt gebonden, zodat kan worden nagegaan hoeveel gas je overhoudt. Geef van de volgende stoffen aan of ze voor het binden van zuurstof voor dit doel geschikt zijn. En als de stof niet voor dit doel geschikt is, leg dan uit waarom... Niet. Nou, dan gaan we eerst kijken. Bijvoorbeeld vraag 5a. Het koperpoeder is geschikt. Waarom is het geschikt? Nou, koperpoeder, uh, koper hebben we in een van de proeven gezien. Uh, als je dat in een vlam gooit, metaalpoeders kun je gewoon verbranden. En het binden aan zuurstof is niks anders dan een verbranding. Koperpoeder is mooi netjes fijn verspreid. Je hoeft alleen maar af en toe wat lucht doorheen te blazen en afloop van tijd zal het groen worden. Of je gooit het meteen in de vlam en je krijgt toevallig ook heel mooie groene vlamkleuring. Uh, gaan we door naar opgave B. Het koperen plaatje is niet geschikt, want je kunt de koper of het koper. Uh, aan de buitenkant kun je misschien wel laten binden. Maar het koper dat binnenin zit, het koper dat in het midden zit, dat kan geen zuurstof aanraken. En ja, als het geen zuurstof kan aanraken, dan kunnen we ook niet precies zien hoe goed het reageert met zuurstof. Want niet alle koper zal reageren. Het ijzerpoeder daarentegen, dat wordt een succes. Denk aan de mooie sparkly dingen die we bij een practicum hadden een tijdje geleden. IJzer kan heel makkelijk verbranden, ijzer reageert heel goed met zuurstof. Dus dit gaat in één keer goed. Um, hetzelfde, Koop koolstofpoeder. Ga er ook maar van uit dat dat heel goed zal reageren. Um, dan zitten we een beetje met de vraag als we suiker hebben. Uh, suiker yeah, zijn er verschillende redenen voor te noemen waarom het niet helemaal lekker gaat. Uh, ten eerste, als we dit gaan laten reageren met zuurstof, dan kunnen we zeggen het karamelliseert. Hoe schrijven we dit woord in godsnaam? Uh, maar zuurstof zou kunnen, of suiker zou kunnen karamelliseren als we het opwarmen, wordt een probleem. Ten tweede, we kunnen natuurlijk zeggen, het moet poedersuiker zijn. Als het poedersuiker is, dan kunnen we het door een vlam gooien, kunnen we er leuke dingen mee, dan gaat het wel werken. Maar suiker, als het een klontje zou zijn. Denk terug aan het verhaal dat we hadden met bijvoorbeeld ons koperen blokje, dan wordt het hem helemaal niet. Dus vraag E. Is een beetje variabel wat je daarop antwoordt. Vraag F. Waterstofgas. Um, dat gaat zeker goed. Als er iets brandbaar is, dan is het waterstofgas. Het enige waar je voor moet uitkijken is dat je proefopstelling niet per ongeluk ontploft. Dat was meer. Ik ben Jan Willem van forwerter.nl. Wederom bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.